waar komen onze alumni terecht? Met wat zijn ze bezig? In welke sectoren? Hoe kunnen die samenwerkingen ontstaan tussen de academische wereld en die privé via alumni? Ik denk dat dat echt een motor kan betekenen voor de groei van de universitaire gemeenschap. En laat ons hopen dat de VUB daar een pionier in kan zijn. Mijn naam is Dennis Hermans. In 2012 afgestudeerd in de klinische biologische psychologie. Aansluitend de master in bedrijfskunde gedaan. Head of Alumni Relations van de Vrije Universiteit in Brussel. Vanuit mijn functie Alumni Relations probeer ik eigenlijk voor de ganse universiteit de contacten met de alumni in kaart te brengen in eerste instantie. En eigenlijk te proberen om die community van alumni geïnformeerd te houden met alles wat er gebeurt aan de VUB. Wat alumni voor de universiteit en ook de studenten kunnen bieden, is echt die toegang tot dat netwerk. Dus je hebt daar richtingen, geneeskunde, je hebt daar dokters, juristen, psychologen, ingenieurs. En de ambitie is eigenlijk om met het unieke netwerk eigenlijk van die mensen een maatschappelijk verschil te maken en in eerste instantie ook in te zetten bij de studenten, zodat ze eigenlijk een klein beetje inspiratie krijgen over wat ze kunnen doen met hun toekomstige diploma. En ik denk dat het echt enorm belangrijk is om die specifieke relaties tussen academici en afgestudeerden die gestart zijn in de aula, om die eigenlijk te blijven onderhouden met de bedoeling om samenwerkingsovereenkomsten op te zetten, onderzoeken voor masterthesissen, voor PhD-thesissen, fundamenteel of toegepast, het aanbieden van stageplaatsen, het aanbieden van de mogelijkheid aan alumni om gastlezingen te komen geven. Maar wij hebben ook wel een sterk netwerk van partnerorganisaties, alumniverenigingen, waar dat je echt als alumnus of alumna terecht kan om echt een bijdrage te leveren, hoe dat je dat ook ziet aan het project van de VUB. Naar het internationaliserend karakter wat de VUB toch wel beoogt, denk je dat dat wel nog een mooie opportuniteit is om ook eigenlijk via die internationale alumni daar proberen de voorvechters te worden van die waarden van vrijheid en gelijkheid die dat we hier als vanzelfsprekend achten. Er is een groot verschil eigenlijk in alumni-relaties, of de visie naar alumni-relaties, als je het kijkt volgens het Anglo-Saxisch model, dus eigenlijk hoe dat het in Amerika en in Engeland gebeurt. Daar worden alumni echt gezien als een financieringsmiddel. Meestal zijn dat geen publieke universiteiten. Heb je echt eigenlijk een grote fee nodig om daar binnen te komen. En als alumnus in een Anglo-Saxisch model heb je eigenlijk ervaren wat het is, wat je moet betalen om toe te treden. Dat is een model dat ook stilletjes aan binnen Europa en in België aan het groeien is. Het is wel belangrijk om te weten dat alumni ook kunnen bieden, financieel steunen dus, aan studenten in nood, om eigenlijk zo'n inclusievere maatschappij mogelijk te maken. Waar dat de alumni in de Anglo-Saxisch model echt al gezien worden als een supergroot asset, zit dat in een Europees model nog niet echt daar. Twee keer per jaar zitten wij samen met de verschillende alumni-officers van de Vlaamse universiteiten. We merken dat we echt allemaal dezelfde visie hebben over het belang van alumni en dat het voornamelijk belangrijk is bij de verschillende universiteiten om vanuit communicatie die boodschap of die band met de alumni te onderhouden. Maar ik mag zeggen dat wij dat misschien op een iets ludiekere manier doen en ook nog net iets meer gericht op data. Ik denk dat het belangrijk is als universiteit om data-driven te zijn. Waar komen onze alumni terecht? Met wat zijn ze bezig? In welke sectoren? Hoe kunnen die samenwerkingen ontstaan tussen de academische wereld en die privé via alumni? Ik denk dat dat echt een motor kan betekenen voor de groei van de universitaire gemeenschap. En laat ons hopen dat de VUB daar een pionier in kan zijn.